Hallo allemaal en welkom bij deel 9 van wat ik heb uitgesproken op Kesselfest en dan met name de flitsinterviews met mijn collega-auteurs. Het zit er bijna op, hierna is er nog één deel. Ik kreeg een vraag vorige keer over het shirt wat ik aan heb met het Dragandoma-logo. Die is te koop. Om je vraag te beantwoorden, je kan hem bestellen via mijn website www.pattyvandelft.com. En er zijn ook t-shirts, dus ze kosten maar een tientje. Dus, als je hem leuk vindt, surf even naar mijn website. Ik had een interview met Cynthia. Cynthia is de auteur van De Uitverkorene en een collega van mij bij Celtica Publishing. Dit is haar boek. En ik heb hem al gelezen. Je kan lezen wat ik ervan vind op mijn site onder Patty Leest. Superleuk als je van lekkere actie houdt. Een beetje Buffy the Vampire Slayer-achtig. En gewoon lekker actie-fantasy verhaal. Maar daar kan Cynthia vast veel beter over vertellen. Dus kijk gezellig mee naar het interview wat ik met haar had. Hi, ik sta nog steeds bij de Celtica Publishing kraam. En ik sta hier bij Cynthia. En dit is haar boek. De Uitverkorene. En ik heb hem al gelezen, dus je kan mijn review binnenkort op mijn site vinden. Maar ik wil jullie toch eventjes aan mijn collega voorstellen en er zelf even laten vertellen waar het boek over gaat. Dus Cynthia, waar gaat jouw boek over? De Uitverkorene gaat over een schrijver die last heeft van een schrijversblok, maar dat is zijn eigen schuld. Want hij denkt meer aan plezier maken dan aan het schrijven. Oké, dus het gaat over een schrijver. Dus de schrijfster heeft een boek geschreven over een schrijver met een schrijversblok. Maar dat is zijn eigen schuld, want het is een beetje een losbol, hè? Het is een hele akelige man, als je het mij vraagt. Ja. Hij is een beetje gebaseerd op een van mijn exen. Oké, dus het is... Oeh, ex, als je nu kijkt. Dus, maar dat is niet alles, want het is natuurlijk fantasy, hè? Dus het gaat niet alleen over een schrijver, maar er zit nog veel meer in. Wat voor fantasy-elementen zit er allemaal in jouw boek? Vampieren, zombies en geesten en dat soort dingen. En boeken van de doden natuurlijk, de Necronomicon. Bekend van Lovecraft, want die heeft het geïntroduceerd ooit, heel lang geleden. In de jaren 30 geloof ik. En dat komt allemaal op een gegeven moment komt het allemaal met elkaar in contact. De schrijver maakt kennis met een vampier. Zij heeft hem nodig om de eeuwenoude vloek, die haar heeft veranderd in een vampier, te verbreken. Oké, nou dat klinkt ontzettend spannend. Want ze zijn ook op zoek, hè, naar het boek van de doden. Dus daar gaat het verhaal over. En ik kan je alvast vertellen, er zit heel veel actie in. Dus je hoeft je echt niet te vervelen met dit boek. Ik zal nog eventjes... goed laten zien. Dit is hem. Super tof ziet hij er ook uit. En waar kunnen mensen je vinden op internet? Dat is wel mijn naam. CynthiaFritsma.nl. Kijk, dat is makkelijk. Dat kunnen jullie allemaal vinden. Dus ik zou zeggen, zoek er eens op. Bij Celtica Publishing kan je natuurlijk ook altijd het eerste hoofdstuk lezen. Dus dan kan je kijken een beetje of de schrijfstijl bij je past. Nou, Cynthia, hartstikke bedankt. Bedankt voor het gesprek. Ik vond het heel leuk. Doei doei! Dat was mijn flitsinterview met Cynthia. Zoek haar op internet. Zoek haar boek op, De Uitverkorene. En volgende keer is het 10e en laatste deel van deze flitsinterviews van Kesselfest 2018. En daar zit ook een winactie aan vast. Dus abonneer je op dit kanaal en zorg dat je niks mist. Dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Doei doei!